Hallo, welkom bij Zorgbalans. Fijn dat je nieuwsgierig naar ons bent. Ik wil heel graag een paar dingen met je delen, zodat jij kunt kijken, zou ik kunnen passen bij Zorgbalans? Want als we bij elkaar passen, als jij kunt staan voor de waarde waar wij voor staan, en jij wilt je daaraan geven, dan kunnen we samen mooie dingen doen voor onze cliënten. Dus luister even door, zou ik zeggen. Binnen Zorgbalans zijn wij ontzettend aan het zoeken naar wat is goede zorg en wat is goed werk. Want die twee die horen altijd bij elkaar. En als je nu denkt dat je hier langs lijstjes en langs rijtjes precies te horen krijgt wat nou goede zorg is, en als je dat plezierig vindt, kom dan niet langs. Maar wil je graag meedenken en wil je meewerken en wil je meezoeken in wat nou goede zorg is, dan ben je van harte welkom. Want iedere cliënt, ieder mens, iedere omstandigheid is anders. En daar zul je dus steeds aan moeten aanpassen en steeds mee moeten werken. Als je bij ons komt werken, dan hebben we je veel te bieden. We hebben een prachtig opleidingsklimaat. Je kunt veel opleidingen doen. En je zult heel veel collega's ontmoeten die ook aan het opleiden zijn. Dus we zijn ons constant allemaal aan het ontwikkelen. Wat we ook kunnen bieden is dat we bewezen hebben in de afgelopen jaren dat we een betrouwbare werkgever zijn. We gaan zorgvuldig met je om, maar we stellen ook wel een aantal eisen aan je. Wat we van je vragen, wat we echt van je willen, is dat je bereid bent je echt te verdiepen in wat onze cliënten nodig hebben. En niet in het algemeen, maar per mens en iedere keer opnieuw. Wat we ook van je vragen is dat je bereid bent om mee te dragen en mee te ontwikkelen. En je bereid bent ook jezelf te ontwikkelen, dus te blijven leren. Want in de zorg staat het nooit stil. En dus jij en wij kunnen ook nooit stilstaan. Maar voel jij je thuis in een omgeving waar ontwikkeling centraal staat? Waar het streven is om echt aan te sluiten bij wat een cliënt nodig heeft aan zorg of aan ondersteuning? En doe je dat graag bij mensen thuis in de wijk? Of juist bij mensen die bij ons wonen in een van onze verzorgingshuizen of verpleeghuizen? Nou, dan ben je welkom. Bel ons, mail ons, zoek contact en laten we kijken of we gewoon met elkaar door kunnen gaan in het belang van onze cliënten. Doeg!